Ja, Jeremiah St. Justin, hoe modebewust ben jij eigenlijk? Ik ben wel redelijk modebewust, ja. Draag je vaak pakken ook in je vrije tijd? Niet vaak, nee. Waarom niet? Ben je toch wat meer van de sportieve outfit, een beetje casual? Ja, maar er moet wel een gelegenheid voor zijn om een pak te dragen natuurlijk. En ik kom niet vaak in die gelegenheden, misschien nu wat vaker. Ja, bij Feyenoord is het standaard dat deze pakken van OG ieder jaar worden uitgereikt. Hoe was het bij Heerenveen? Wat voor pakken hadden jullie daar? Ik zag geen reclame maken, maar we hadden wel redelijk goede pakken. Ja. Maar als je toch moet vergelijken, is dit mooier, hè? Dit is mooier, ja. Hey, vandaag de eerste training weer op Nederlandse bodem. Ik denk dat er ook veel fans waren die dachten, nou, dan gaan we Jeremiah voor het eerst hier in Nederland zien. Maar je was vandaag niet op het trainingsveld. Waarom niet? Ik had wat irritatie onder mijn kniepees, maar niet heel bijzonder. Dus. Mensen hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Want ze hebben je nog niet echt in actie gezien, ook niet in de wedstrijd tegen Freiburg. Nee, klopt. Nee, dat zal heel snel gaan komen. Hoe is je aanpassing verder geweest in die week? Het is allemaal snel gegaan, vorige week naar Oostenrijk. Nu zitten we dan hier in Rotterdam. Hoe is het allemaal gegaan? Ja, goed. Ik ben goed opgevangen door de boys. Het is fijn trainen. Ik vind het een goede sfeer, dus dat is fijn. En nu op naar die concurrentiestrijd, hè? Want over pak een beetje anderhalve week gaat het om het echt hier gebeuren. En komend weekend tegen Real Sociedad, kan je daar wel bij zijn? Ja, ik hoop dat ik daar al wat minuten kan maken. En dan natuurlijk richting die schaal. Dus ik hoop dat ik ga spelen. Ja. Heb je wel gemerkt hoe groot deze club is? Nu staan we ook in het stadion, in de Kuip. Ik denk dat je staat te popelen om hier te beginnen. Ja, dit is de eerste keer in de Kuip als Feyenoorder. Dus dit is mooi, ja. Zeker.